League aan het kijken. Ja, Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Droomkracht. En ik ben hier met een heleboel gezellige mensen. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Is dit een nieuwe minigame? Hoi. Ja, we gaan kijken. Zoals jullie kunnen zien, hebben wij een nieuw gebouwtje staan hier. Als ik zo dit gebouw zie, dan lijkt het net alsof het hoger is dan de vorige. Just? Ja, dat klopt ook wel. Ja, het is 20 blokken hoger ongeveer dan de 20 vorige. Blokjes hoger? Wauw. Nou ja, dat is toch wel een paar keer hassel dan, hè? Vooral nu als je op die paal staat. Oké, 3 jaar. Ik sta even paal, sorry. Nee, je staat op paal. Ik zal nog voor staan. En dit gebouw is gemaakt door Joost en Jordi toch? Ja. Ja. En wat is zo bijzonder, want dit is een poort waar je doorheen gaat met alle slingers in onze kleuren. Maar je hebt ook een soort van iets binnenin. Hoe kom dan moet je even de andere kant op. We hebben ook politie bij ons, zie ik. De een of andere Timmy tank daar. Die houdt ons even extreem hard in de gaten. Kijk. Kijk of mensen niet onnodig op een prullenbak staan. Hey. Dan gaan we hier naar binnen. Yes. Oh, gezellig. Hallo Jordi. En dan Jordi. Komen we hier in de ontvangsthal. Dit is mooi, ja. Gezellig. En wat kunnen we hier? De zaal en dan kun je naar boven lopen. Ja, dat is wel leuk dit, hè? Komt het ook hoog? Moet je kijken. Hoe ver je naar boven kan kijken? Kon het plafond niet hoger of was het het maximum? Nou, ik vind het wel bijzonder. Misschien moeten we daar nog wat dingen afwerken nog aan de binnenkant. Ja. Is dat hier zo, hè? Nou, misschien zo'n plateautje ook, dat je hier kan lopen misschien ook. Dat is wel gaaf. Zo'n vloertje met een trappetje, ja. Oh ja. Dan kan je hier verder en dan heb je theater. Oh, dat is gaaf. Nou, en dan hier kunnen we nog shows doen. Hessel met een of andere paalact. Nou, Jordi is aan de beurt. Jordi, laat het zien. Ja, paalact? Zijn jullie iemand paalact? Jordi, laat het zien wat je kan. Laat zien wat je kan. Hessel staat graag voor paal, zoals je al aangaf. Ja, dus, ja, perfect. Nou jongens, geef hem maar bloemen. Ik gooi liever met wat anders. Ik zal ze even tevoorschijn halen. Stoombrik. Pak de sneeuwballen. Gaan we appels gooien. Eieren natuurlijk. Oh, er komen kipjes. Kipjes, ja, nee. Moeten we gelijk slopen. Geen kipjes. Huh? Kipjes slopen, waar? Kipjes slopen, zo. Geen kipjes. Nee, geen kipjes. Kan niet. Kan geen kipjes. We gaan natuurlijk iets bijzonders doen in deze aflevering. En dat is iets slopen. En dat vinden we eigenlijk het leukste dan dat we echt bouwen. Althans, dat is mijn mening. Nee, maar dat vind ik leuk. Dit wat je hierachter ziet is natuurlijk echt heel erg oud. Het is echt outdated. Het is eigenlijk het begin van de wijk waar je binnenkomt als je in Dukstad komt. En hier zien wij dan, hoe heet dit eigenlijk? Heette dit gewoon Dukstad? Omdat ik daar een soort van bord zie met Dukstad te koop. Ja, eigenlijk wel. Dit is eigenlijk het begin van Dukstad. Ja, dit is eigenlijk, ja, wat wel eigenlijk heel raar is. Want als je verderop kijkt, dan zie je eigenlijk een soort van een brug. En dan ga je officieel, tussen haakjes officieel, naar het Dukstadgebied. Maar dit gedeelte hoorde eigenlijk ook nog een beetje bij Dukstad. Ja, terwijl dat eigenlijk hoort dit gebied bij het pretpark, vind ik persoonlijk. Omdat we ook al de nieuwe Black Arrow hebben betrokken. Veel meer naar de kant van Dukstad toe. Dus ik denk dat het verstandig is dat we dit gebied ook even onder de schop geven. Nemen in dit geval. En dat we gewoon even dingen gaan slopen. Maar voordat we gaan slopen gaan we natuurlijk wel even binnenin kijken hoe dit vroeger eruit zag. Want ik weet nog goed dat we dan altijd die televisietjes hadden. Dan paintings hadden we hiervoor gedaan. Ja, heel veel hebben ook geen paintings meer. Maar dit zijn wel hele leuke gebouwtjes. Kijk dan met een keukentje. Leuk dit jongens. Ik had ervan genieten dit. Ja, dit is toch, maar dit is echt old school. Want dit staat er al jaar, nou, misschien wel 2-3 jaar, misschien langer zelfs. Ja, ik vind dat best wel de stijl nog wel mooi voor zo'n tijd geleden eigenlijk. Ik vind het ook. Het waren hele moderne huisjes. Het was een beetje villa-achtig aangekleed. Ja, Villa Quinza. Kijk eens, nou de deuren doen het goed, hè, Solly? MTC Crypt of... Ja, zoiets. Welcome to my crypt, yo! Yo! Solly, wat heb je eigenlijk voor skin? Want ik denk dat het een hele vreemde vorm van een rat is. Ja. Maar het kan ook een heel lief caviaatje zijn ofzo. Ik weet niet wat ik ben. Wat ben ik, jongens? Het is een soort... Een halster. Een naakte molrat. Ben ik een naakte molrat? Ik ben een albino koala. Een albino koala. En ook met een taart achter op je rug. Ja dit is veel beter. Huizen met een vark en nooit meer vervoeren. Perfect. Ja, nog beter. Geld waard. Nou, ik denk dat jullie er ook wel zin in hebben om dingen te slopen hier. Ja, ik heb een pick. Ja, zeker. Toch vind ik het altijd als we dingen slopen, vind ik het zonde. Maar dan, als je dan in je hoofd hebt van, wat komt daarvoor in plaats, dan weet je dat het gewoon 3 jaar duurt. Nee, natuurlijk niet. Nee, dan... Wel hier op Droomkraft, oh ja. Postcode. Welkom bij Droomkraft. Nee, natuurlijk niet. We gaan beloven dat we dit wel heel snel gaan upgraden. En,
Dit is ook wel leuk, dat had ik pas gezien. We hebben hier een soort golfterrein, maar dat zijn hele bijzondere holes. Je hebt hole 1 hier zo. Maar het lijkt me leuk om dit gewoon heel erg uit te breiden. Dat je echt gewoon een beetje dat midget golf hebt. Met allemaal van die parcoursjes. Dat je een looping hebt. Dat je echt een balletje door een achtbaantje moet heen laten gaan en zo. Niet dat je echt zo'n achtbaantje in werking ziet, maar het idee, zeg maar. En ik denk dat we dat heel leuk kunnen uitwerken. Dus ja, je kunt het ook werkend laten maken, hè? Oké. Dan moet je zeg maar ijs plaatsen en er bovenop een slab. Want dan kun je zeg maar nog een balletje gooien en dan gaat hij zeg maar over de baan. Ja, ook dat zou dus kunnen. Maar bezoekers kunnen natuurlijk geen items erop. Nee, dat is het enige nadeel. Ja, dat is jammer. Nou, en dit is ook leuk. Aan de zijkant van het gebouw hebben Jordi en Joost en misschien wel met andere mensen, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Ik ben eigenlijk verrast door wat ze hebben gemaakt hier. Hebben ze hier de parkeerplaats toegevoegd aan de huidige parkeerplaats. En wij willen dan dat water, dat meertje ook eventjes gaan inkorten. En hier, het wordt gewoon heel mooi. Dus zullen we aan de slag gaan? Ik kan niet wachten. Ja? Oké, nou, we gaan even een commando gaan we eventjes uitvoeren. En dan maar stagiair kunnen dat weer niet. Dan moeten we heel even snel, even snel een momentje pakken, jongens. En nu ga je iets... Oh, daar maakt het wel weg. Oké. Huisjes. Zo doen we dat. Met die handel. Jordan, binnen de kortste keren is dit gewoon een soort van leeg. Kijk hoe goed ik bezig ben. Nou, kijk eens even. Dat ziet er toch wel een stuk kaler uit. En dat is, ja, best wel apart om te zien. Maar op zich wordt het eigenlijk wel een stuk mooier. En dat is ook wel weer een voordeel. Ik laat jullie nog wat zien. Want dat gebouw waar ik nu tegenaan vlieg, dat gaat dus ook verdwijnen. Nou, eigenlijk niet permanent verdwijnen. Het wordt gewoon verplaatst. En dit gaan we verplaatsen naast de Wally in het studiogebied. Dus heb je zoiets van, ik mis dit gebouw. Dan kan je alsnog gewoon een bezoekje brengen. En wat we daarmee gaan doen, dat blijft nog wel even geheim. Maar we gaan wel iets doen met dat gebouw. Dat doen we om plek te maken hier op dit terrein. Want het is natuurlijk een evenemententerrein. En daarom maken we ook wel plek daarachter vrij. Nou zeggen we natuurlijk niet dat dit hele gebied evenemententerrein wordt. Maar het zal wel een combi worden van achter het hotel bij Dukstad. Bij het gebouw hier en dan bij de bossen. Dus dat wordt zeker een heel mooie open plek. Er is een kleine storing. Excuus voor het ongemak. Ook de ratatouille nemen we op de schop. Dat is allemaal verwijderd. Zoals je ziet, heel de Main Street huisjes. Gelukkig hebben we de achievements nog. Die staan hier allemaal op een rijtje. Maar dit ratatouille gebied wordt allemaal vernieuwd. Het wordt gewoon een compleet nieuwe attractie met een heel nieuw themagebied. Wel natuurlijk in de stijl. Hier zie je een aantal gebouwtjes gemaakt door Solly en door Joost. En ik denk Jordi dat hij ook wat meegeholpen. Nee. Jordi helemaal niet. Jammer. En ja, Jordi heeft niks gedaan. Hij heeft zijn neus gegeten. Maar dat geeft niet. Het gaf misschien inspiratie voor Joost. ja, het kan. Dat je in ieder geval, dit is een beetje de stijl. Dus het blijft dan, het is gewoon een geüpgrade versie van wat we vroeger hadden. Maar dan, ja, gewoon geüpgrade dan. Heel goed. Maar dan mooi. Heel goed. Dan mooi, ja. Superleuk. Wat me trouwens opvalt, sommige huisjes die we nu aan het slopen zijn, zijn er niet eens ingericht. Nee, dat is ook zo. Echt? Nee. De meeste zijn leeg. Oh. Er staan echt nog een paar leeg. Dan hebben we dat niet goed gekopieerd. Gebouwd. Wist u trouwens dat vroeger hier... van Dagobert, dat die kluis stond. Ja, die kluis stond hier. Ja, ja die stond hier precies aan de rechterkant, geloof ik, als je binnenkwam. Mm-hmm. Dat is leuk. Geniaal. Dat heb je ook hier, Jarno. En zelfs die kluis is verhuisd. Ja, verhuisd. De kluis is verhuisd. Ja. En waar staat die dan? Helemaal bij de school, geloof ik. Bij het casino. Monsters Inc. school. Het casino. Ja. Ja, klopt. Warmpakken. Dat is ook mijn heel mooie doel van geld. Zeker, ja, dat is inderdaad een leuke parcours inderdaad om even te doen. Nou, dit is het dan, het laatste huisje. En was die wel compleet ingericht dit keer? Oh, er zat wel een keukentje in. Een keuken met een lever. En een boompje. En een boompje. Wie wil er nou geen boompje? Echt, hè? Echt? Nou, zullen we allemaal één steentje doen? Dan zijn we morgen klaar. Ja? Dan heb ik voor mijn beurt gedaan. Nu is Hessel. Ja? Ja, gewoon zo. Ja, klaar. Ja, sorry, ik had het terug. Ik had een iets grotere. Diepetje. Is dit agressief? Dit is agressief, hè? Dit is agressief, dit, hè? Veel te agressief. Jordi, wij doen het van je. Sorry. Ik doe even undo. Dat was ik, sorry. Oh, deed jij dat? Ik dacht dat ik het was. Zo. Nou, tot zover kunnen we kijken naar de Black Arrow. Vooral de zijkant. En we gaan eens even wat dingen afsluiten. Daar kwam Hessel mee, want mensen mogen hier natuurlijk niet zomaar oplopen. Het is wel echt een heel groot gebied.
Ik denk dat... Oh, ja, er is al eentje ontsnapt hier. Het is een ijsbeertje. Pak hem. Nou ja, ik snap dat diegene gewoon een beetje nieuwsgierig is. Maar ik weet niet of hij aanwezig is. We zullen het even snel in... We houden het even in de gaten. Hallo? Yo-yo Cookie? Wacht, ik heb een idee. Jammer dit. Yo-yo Cookie luistert niet. Een net. Oh ja, net, ja. Nou, zoals jullie zien zijn we nu bij de Wally aangekomen en is het gewoon volledig erin geplakt. Het ziet er natuurlijk niet zo mooi uit, maar we willen dus eigenlijk het pad tegenover het soort van, ja, dit aparte doolhof. Volgens mij was dit gebaseerd op Bugs Life hier. Bugs Life. Ja. Dat is een, ja hè? Ja. Nou, dan moeten we dat eventjes combineren met elkaar het pad. Dus ik ga sowieso even wat bomen slopen. Oké, niet schrikken, maar als het goed is wordt het merendeels weggehaald. En zien jullie dat we echt wel iets heel moois ervan kunnen maken. Want de studio's hebben nogal vaak wat dunnere paadjes. En die kunnen we nu wel wat verbreden. Ik ga nog steeds niet zeggen wat we hier willen gaan bouwen. Maar het zal niet een... ja, het zal wel een attractie worden, maar geen ritje met een karretje of zo. Verwacht dat niet. Maar ik vind de locatie wel ontzettend leuk. Het is namelijk een heel mooi gebouw. En het is zonde om dat natuurlijk gewoon zomaar te verwijderen. Dus we gaan eventjes lekker hier aan de gang. En laten we zo zien hoe het eruit ziet. Hebben jullie trouwens iets met Pixar? Ik zag vandaag zo'n filmpje, zeg maar, van echt de oudste Pixar die ik zeg maar had. Oh, de oudste ja. versie. En dacht ik van, oké, nu voel ik me eigenlijk wel een beetje oud. Maar, wat had je gekeken? De oudste film bedoel je dan? Of? Nee, de oudste intro die ze hadden. Want ze hebben toch altijd dat mandje met het lampje. Maar de oudste klopt. Zag ik daarvan. Die was gewoon letterlijk met de hand gemaakt. Holy. Ja, superleuk hè. Mooi zien is dat hè. Ietsjes klaar. Want nu heb je heel weinig plein. Oh, ik heb nog iets gevonden hier. RC-Vil auto. Ja, ik heb hem nu verwijderd. Oké. Okay. Nou, die is verwijderd. Ik vroeg me niet wat het was, maar... Ja, dat vond ik net ook al. Oh, oké. Okay. Iets mysterieus hier zo. Kijk, dit ziet er al veel vetter uit. Nou mensen, dit was alweer de update video van vandaag. Ik denk dat er heel veel dingetjes weer in aanbouw zijn. Misschien wel een beetje te veel, maar we zijn wel lekker bezig. Dat moeten jullie weten, nog altijd na al die jaren. En ja, zo proberen we steeds beter de server natuurlijk te upgraden. Heb je tips, ideetjes of misschien wel ideetjes voor een eigen attractie of een eigen stukje themagebied? Laat het weten in de comments. En ik bedank iedereen voor het meedoen aan deze video. Doei! Joe. Doei! Dag.